vandaag is de jaarlijkse scholencross. Dus dat is al een traditie geworden sinds vele jaren. Maar dit jaar zijn we veranderd van concept. Wij werken nu enkel met vierde, vijfde en zesde leerjaar. En we zijn naar het Zonnig Leven gekomen om ook een keer een verandering in de formule te brengen. De kinderen kunnen op de hindernispiste, ze kunnen in de dancepads doen, ze kunnen petanque doen, ze kunnen op een kabelbaan petanque en bubbelvoetbal. Dus dat wordt denk ik wel leuk, bubbelvoetbal. En we hebben het mee, dus dat is al geluk. Waar zit de Gabby? We beginnen met de meisjes van 4 en 5. Tussen het lopen door kunnen jullie deelnemen aan de activiteiten. We hebben hier een hindernissenbaan, we hebben beachvoetbal, kaartjes op mijn papier spieken. Hierachter hebben we ook de kabelbaan. Dus ze gaan eerst een start-run doen en dan een veldloop. Dat is eigenlijk het verschil met vorig jaar. Vorig jaar was het op de straten van rond het Villa Sportcomplex en nu lopen ze op de grasvelden. En wat zijn de andere activiteiten die ze hier vandaag allemaal kunnen doen? Ja, de kinderen hebben kunnen bubbelvoetbal doen, petanque, springkasteel. Kunnen ook gebruik maken van de huidige speeltoestellen die op het tonijn Zonnig Leven staan. Dus ik denk dat ze genoeg te doen hebben. En die proficiat voor alle meisjes van 4 en 5.